Ik ben Axel van Blocks en ook deze spiksplinternieuwe week ga ik je weer iedere werkdag op de hoogte houden van het laatste nieuws uit de crypto en de economie. Natuurlijk hier in jouw Blocks update met vandaag de volgende hoofdonderwerpen. Tether, Ripple, Stellar, Mastercard en Sam Bankman-Fried die nu toch echt weer achter de tralies zit. Met eerst een bericht van Tether dat ze gepubliceerd hebben op hun eigen website. Klinkt misschien wat vreemd, dus daarom ook zeer zeker de moeite waard om even in te gaan duiken. Namelijk het volgende bericht dat Tether gaat stoppen met het gebruiken van een drietal blockchains, waar ze op dit moment nog wel gebruik van maken voor de waardeoverdracht. En daartegenover staat dat ze ook meer gaan investeren in het gebruik maken van second en third layer oplossingen bovenop Bitcoin. Dus best wel een interessante situatie. Ze hebben dus laten weten dat ze dit doen, sowieso periodiek, het beoordelen van alle chains en alle systemen die ze op een bepaald moment gebruiken. Alle verschillende transportlagen, zoals ze dat zelf noemen. En daarbij kijken ze dan met name naar een drietal hoofdpunten, namelijk het onderhoud, of dat nog allemaal de moeite waard is en of dat ook op orde is. De gebruikersstatistieken en ook het belang van de gemeenschap, dat zijn de drie hoofdpijlers die ze daarbij meenemen volgens eigen zeggen. En daarom hebben ze nu ook laten weten dat ze dus gaan stoppen met het uitgeven van hun stablecoins op Kusama, op Bitcoin Cash SLP en op de OmniLayer. Met name die laatste, die valt best wel op, want dat is er eentje waar ze al lange tijd zaken mee doen. Tether is namelijk gestart met het gebruiken van Omni in 2014. Nou, en uiteindelijk zeggen ze ook is de ontwikkeling van het hele netwerk wat gestagneerd en zijn er met name ook verschillende andere interessante alternatieven bijgekomen de afgelopen toch al 9 jaar. Daarbij noemen ze met name Ethereum en Tron als belangrijkste alternatieven hiervoor. Nou, achter deze drie, met name dus Omni, wordt een punt gezet. Maar ze laten ook direct in datzelfde bericht weten dat ze zich steeds meer willen gaan focussen op de zogenaamde RGB. Dat is dus een toepassing bovenop Bitcoin zelf gebouwd. En daar gaan ze dus ook echt actief aan bijdragen bij de ontwikkeling daarvan. En daarom willen ze ervoor gaan zorgen dat die second en third layer oplossingen boven Bitcoin zo snel mogelijk ook echt voor Tether ingezet kunnen gaan worden. Nou, nu is dat allemaal nog een erg jonge ontwikkeling. Nog niet heel populair, wordt nog niet heel breed ingezet. Maar uiteindelijk moet dat dus wel gebruikt gaan worden. En wat is nou een betere kaarttrekker daarin dan de grootste stablecoin ter wereld op dit moment? Nou, dat RGB-principe dat houdt in principe in dat je tokens kunt gaan uitgeven die dan aan een bepaalde UTXO, oftewel Unspent Transaction Output, op Bitcoin zijn gekoppeld. Op die manier kun je dus unieke coins gaan uitgeven die aan zo'n Bitcoin-output hangen. Dat is heel erg platgeslagen hoe dat dit aan de achterkant werkt. Wat daar weer een opvolgende belangrijke focuspunt op kan gaan worden, is dat dat ook weer gekoppeld kan worden aan het Lightning-netwerk. En op die manier kun je dus bovenop de Bitcoin-blockchain heel snel en goedkoop direct transacties gaan uitvoeren of bijvoorbeeld ook eigen coins gaan uitgeven. Nou, dat is allemaal de toekomstmuziek. De eerste stap is natuurlijk het meer bruikbaar en populair maken van de RGB-techniek aan zich. Nou, dat moet dus nu allemaal plaats gaan vinden. En uiteindelijk zal dat dan dus ook gekoppeld kunnen gaan worden bijvoorbeeld aan zo'n Lightning-netwerk. Eerste stap, die is inmiddels al genomen, dus echt stoppen met het uitgeven van hun USDT-token op Omni, Kusama en Bitcoin Cash SLP. Heb je daar nog iets van liggen? Geen paniek, want je kunt dat in ieder geval de komende 12 maanden nog inwisselen of gaan ruilen voor tethers op andere chains. De hoop op een snelle afwikkeling van de zaak SEC versus Ripple wordt steeds kleiner, blijkt ook wel weer uit het volgende bericht. In eerste instantie zag het er goed uit. Dat gebeurde vorige maand, in juli was dat, waarin Ripple Labs een belangrijke overwinning wist te behalen in de hele rechtszaak. Het belangrijkste daarin was dat de rechter namelijk zei dat de secundaire verkoop van XRP niet als effectenverkoop beschouwd hoeft te worden. En dat het dus ook niet onder de effectenwetgeving valt. En dat ze daarin dus ook geen effectenwetgeving overtreden hebben. Dat was een van de grootste angsten daarin. SEC, die was daar niet heel erg over te spreken, over die uitspraak. Nu blijkt dus ook, weten we inmiddels, dat ze hier ook echt in beroep tegen willen gaan. Maar dit lijkt een steeds complexer proces te gaan worden. Dit gaat waarschijnlijk ook weer lange tijd in beslag nemen. SEC wil dus in een hoger beroep gaan. En daarbij vragen ze nu ook aan de rechter om het huidige proces stil te leggen. Totdat dit beroep is afgerond en dat dan pas weer te gaan hervatten. Nou, dat is niet hoe dat het normaliter gaat.
Dan zul je zien dat zo'n zaak gewoon doorloopt en dan daarnaast bijvoorbeeld een beroep gaat lopen. Maar hier willen ze daar dus echt on hold gaan zetten. Dus echt een pauze gaan inlassen om dit eerst allemaal af te kunnen gaan wikkelen. CTO van Ripple, David Schwartz, en eigenlijk de gehele Ripple vindt dit natuurlijk geen goed idee. Zegt ook van ja, als we dit zo gaan doen, zegt de lopende zaak gaan stilleggen, zijn we zo weer een jaar verder. En dat is dus een jaar dat weer bij überhaupt de afwikkeling komt. Dus het loopt natuurlijk al een paar jaar, daar gaan er dan nog een paar bij komen. Daar zit niemand op te wachten, zegt hij zelf. En dat zou dus met name een risico zijn, deze extra op onthoud dat we dan gaan zien als dus echt die stilzetting wordt doorgevoerd, als de rechter daarin meegaat. Zij het al, dat is geen normale gang van zaken, dat is alleen een ongebruikelijke situatie, is iets dat ingezet kan gaan worden. En de SEC ziet de huidige zaak natuurlijk ook als een ongebruikelijke situatie. En daarom vragen ze daar dus ook bij de rechter, of dringen ze bij de rechter daarop aan om dat zo te gaan doen. En daarmee wordt het een steeds minder interessante situatie. Eerst was het natuurlijk groot feest aan de uitspraak in juli, maar dit lijkt dus weer steeds meer op een heel langdradig getouwtrek te gaan lijken. De cryptosector was daar initieel dus heel blij mee. Je ziet dat de uiting daarvan bijvoorbeeld in de toegenomen waarde van XRP ook weer steeds wat minder wordt. Die is ook flink aan het terugzakken. Dus dit is iets waar dat we ons waarschijnlijk nog even de borst voor nat moeten gaan maken. Iets dat nog lange tijd kan gaan duren. Die euforie uit de markt dus ook misschien snel weer verleden tijd is. Gekeken naar de koersen en de overzichten is er sowieso weinig euforie te bespeuren op dit moment in de crypto sector. Maar daar zijn natuurlijk altijd uitzonderingen tussen te vinden. En een van de meest opvallende daarin was XLM, oftewel Stellar. Want die wist namelijk wel gewoon nog 10% te plussen in slechts één dag. En dat in de huidige markt. Grote vraag die daar natuurlijk direct bij rijst. Wat was daar in hemelsnaam aan de hand? Het volgende, de Stellar Development Foundation heeft namelijk een belang genomen, minderheidsbelang in MoneyGram International. En daarmee wordt de Stellar Development Foundation ook onderdeel van het bestuur van MoneyGram. En dat is natuurlijk een grote belangrijke stap waar de reguliere financiële internationale sector en de crypto sector ook weer heel erg dicht bij elkaar gaan komen. MoneyGram wordt internationaal veel gebruikt, ook binnen Nederland. Dan met name door mensen die familie in het buitenland hebben zitten. Dat wordt dan gebruikt om geld naar het buitenland te kunnen sturen. Is het wel zo dat het gebruik maken van dergelijke diensten relatief duur is? Dat je vaak vele, vele procenten aan verschillende fees moet betalen. En daarin kan dus blockchain een hele belangrijke oplossing gaan bieden. Zien de beide partijen zelf ook zo, en vandaar dus deze vernieuwde samenwerking. Wat willen ze gaan doen? Voor MoneyGram met name de toegankelijkheid vergroten naar digitale activiteiten, blockchain gebruiken en cryptocurrency in de hele breedte. En door dat te gaan doen, moet het ook voor MoneyGram dus een stuk interessanter gaan worden om al die financiële dienstverleningen aan te gaan bieden. Omdat de kosten aan de achterkant simpelweg veel lager worden. Daarmee zou het dus goedkoper moeten worden in de eerste plaats. Maar komt het ook bijvoorbeeld andere zaken zoals transparantie en veiligheid te goede? Dit is niet helemaal nieuw, want we hebben dit eerder gezien, een soort crossover tussen deze partijen en crypto. Met name bij Ripple hebben we dit vaker gezien, die doen dit in meer opzichten, maar hebben dat ook heel concreet met MoneyGram samen gedaan. Die samenwerking is een tijd terug al stopgezet en Stellar die gaat in principe dat stokje een beetje overnemen, wil hetzelfde gaan doen. En gaan dat dus ook echt aan de achterkant aanpakken. Dus voor de eindgebruiker is er misschien niet zo heel veel zichtbaar van de Stellar Development Foundation die daarbij betrokken gaat worden. Maar aan de achterkant gaat dit wel veel positiviteit betekenen. Gaat ook al direct iets betekenen voor de eindgebruiker van MoneyGram. Namelijk dat hij ook digitale wallets kan gaan gebruiken. Daarin kun je bijvoorbeeld al USDC gaan inzetten. Dat inwisselen voor contanten of andersom. Belangrijk daarbij is dat daar dus geen bankrekening voor nodig is. En dat dat voor hele grote gedeeltes in de wereld waar dat het hebben van een bankrekening bijvoorbeeld helemaal niet zo vanzelfsprekend is, al direct een grote oplossing kan bieden. Naast MoneyGram en Stellar nog een andere partij die belangrijke grote samenwerking heeft aangekondigd. Niemand minder dan Mastercard. Zij gaan zich in dit nieuwe project volledig focussen op het aan de man brengen van CBDC's. Dat gaan ze niet alleen doen, dat gaan ze doen met onder andere Ripple. Partij die daar sinds 2022 ook al actief mee bezig is. Maar naast Ripple hebben ze nog een aantal flinke namen aan het lijstje toegevoegd. Zo gaat ook bijvoorbeeld de grote Ethereum-ontwikkelaar Consensus iets bijdragen in dit Mastercard-project gericht op CBDC's.
Een andere grote partij is Fluency, die weer een eigen blockchain-netwerk Aurium hebben. Dat is al heel erg gefocust op het doen van betalingen, digitale betalingen en CBDC's. Dus dat is natuurlijk een topcombinatie voor deze projecten. Verder zien we ook nog IDEMIA, die identiteitstechnologie en offline betalingen. Daar zijn zij helemaal thuis in. Hyperion, een belangrijk adviesbureau. Ook nog een grote Duitse drukkerij. En tot slot Fireblocks. Natuurlijk ook niet de minste partij die zich allemaal hebben verbonden aan Mastercard in deze. Ja, dit is een volgende stap vanuit Mastercard die ze hierin nemen. Zeker niet de eerste, een van de volgende grote wel weer. In het uiteindelijk dus volledig omarmen van blockchain technologie ook binnen de eigen bedrijfsvoering. Dat hebben ze al eerder gedaan en dat heeft al tot hele concrete producten geleid. Met name in de vorm van betaalkaarten. En dat doen ze dan weer in samenwerking met verschillende grote exchanges. En dit zal dus een volgende stap daarin moeten gaan worden. Dat ze naast betaalkaarten meer gericht op consumenten. Dus ook de CBDC-markt vanaf het begin zou je kunnen gaan zeggen gaan bedienen. Tot slot nog nieuws vanuit ons allervriend Sam Bankman-Fried. Want hij is nu toch echt teruggestuurd naar de gevangenis door de rechter. Dat is gebleken in ieder geval uit een uitspraak. Ruim 20 minuten duurde die, waarin volledig uiteen is gezet waarom. Namelijk waarom Sam Bankman-Fried de voorwaarden van zijn borgtocht van maar liefst 250 miljoen dus heeft geschonden. Verschillende elementen die daarin met name naar voren kwamen. Zoals de bemoeienis met de media, het zwart maken van verschillende getuigen. En ook het lekken van belangrijke verklaringen richting de pers. Allemaal zaken waar Sam zich dus schuldig aan heeft gemaakt. Waarom hij nu gewoon weer terug achter de tralies moet. Als we wat verder gaan lezen in deze hele motie zien we nog meer andere mooie details. Zoals bijvoorbeeld 3 medeplichtigen van de verdachten. Die overigens allemaal als schuldig hebben gepleit. Dat is natuurlijk wel een hele belangrijke kanttekening daaraan. Die gaan getuigen tijdens het proces. Dat gaat dan om Gary Wang, voormalig CTO is dat. Nishit Singh, voormalig hoofd engineering. En ook Caroline Allison, voormalig CEO is dat van Alameda Research. Dat zijn allemaal partijen die zich hier dus actief in gaan uitspreken. Dat gaat het voor Sam Bankman-Fried straks, als het zover is, alleen maar lastiger maken. En ook de aanloop daarnaartoe wordt nu dus een stuk lastiger. Kan hij niet meer in vrijheid bij zijn ouders thuis in Californië gaan afwachten, maar nu gewoon van achter de tralies. Zegt nog steeds dat hij onschuldig is. De justitie lijkt daar toch anders over te denken. En nu wordt het dus met name wachten op een reactie vanuit het advocatenteam van Sam Bankman-Fried en de verdere ontwikkelingen richting de daadwerkelijke zaak. Tot slot de koersen op tradingview.com. En daarvoor gaan we kijken naar de waarde van Bitcoin uitgedrukt in de Amerikaanse dollar. De gegevens, de grafieken dus halen we bij Bitstamp vandaan en we gaan starten met een niet al te rooskleurig beeld, namelijk de weekcandles, waarin met name het exemplaar van afgelopen week flink opvalt, zelfs in de huidige lange periode. Want de laatste keer dat we zo'n slechte week hebben gehad, dat die daadwerkelijk zo flink in de min is geclosed, is hier geweest, november 2022. Daarna hebben we niet meer zo'n grote min mogen ervaren op weekniveau, namelijk 10,56%. Maar dat we de afgelopen week dus mee hebben afgesloten. En daarmee leveren we echt ontzettend veel zeer belangrijke niveaus in. Nou, de eerste die natuurlijk opvalt is het definitieve vertrek dat nu al duidelijk is uit dit handelsgebied. Dat allemaal geconcentreerd is rondom de $30.000. Onderkant daarvan ligt hier zo achter in die $28.000. Nou, dat laten we nu ver achter ons, want we zakken namelijk in de afgelopen week terug tot een dieptepunt van $25.601. En daarmee komen we weer heel erg dicht in de buurt van deze volgende grote support op de $25.000. Ja, wat ook echt de volgende hele grote pas is na het vertrek uit deze zone. Nou, dat blijkt dus ook in de praktijk zo te zijn, want we klappen in één keer het hele stuk terug. Weet het net iets daarboven de val te breken, maar de vraag is natuurlijk, gaat het daarbij blijven? Want ook voor vandaag, dit is natuurlijk de weekend, maar het is nog maar één dag jong, zien we alweer een verdere min genoteerd worden van 0,52% eraf. Daarmee zitten we nog wel wat hoger dan het ultieme dieptepunt dat we de afgelopen week hebben genoteerd. Maar een echte beweging omhoog, ja, die zien we natuurlijk nog steeds niet terug. En daarmee ook als we wat verder gaan uitzoomen, komen we dus gevaarlijk dicht weer verder in de buurt van deze belangrijke lijn. Ja, dat hier vaker een belangrijke rol heeft gespeeld.
laatste keer dat hij echt nog van grote betekenis was, was hier. Toen we daar ook naar terugzakten. Daarna wel weer volledig terug wisten te komen in deze zone. Zelfs aan de bovenkant daarvan. Daarna nog een aantal weken de tijd hebben gehad om daarin te blijven bivakeren. Nou, zo'n soort situatie zien we hier weer. We klappen in één keer terug, maar closen hem nu dus ook echt aan de onderkant daarvan. Maar daarin zie je in ieder geval wel dat die lijn nog best wel van belang kan zijn. Grote vraag, hoe heeft dit zich de afgelopen week ontwikkeld? Dat kunnen we wat beter gaan zien op de dagcandles. En daarin zie je ook eigenlijk alleen maar negativiteit. Het is rood, 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 rood. Dan zien we hier, nou, 2 dagen is een beetje groen, maar echte plussen mogen we het ook niet noemen. We hebben het dan over een plus van 0,18% maar liefst en 0,36% in die dagen. En vandaag leveren we dat ook allemaal weer in. Je ziet een beetje aan de onderkant, hebben we dus nog wat lager gezeten. Tot nu toe ligt het laagtepunt op $25,884, dus ook de 26k is vandaag alweer stevig in het geding geweest. We zitten er nu 5 tientjes boven met een $26,050 per bitcoin. Maar blijft dus nog zeer spannend en dit zal de eerstvolgende belangrijke lijn zijn die we zeker niet moeten gaan verliezen. Want als die 26.000 echt doorheen gaan zakken, is de kans levensgroot dat we snel gaan terugzakken naar die $25,000. En dan moeten we natuurlijk gaan zien of dat die support zich echt weer kan gaan bewijzen. Maar we zitten ook in dat opzicht op dit moment op een vrij kritiek punt rondom die lijn van de 26k, waar dat we hier eigenlijk voor de 4e dag al mee aan het knoeien zijn. Maar er een beweging naar boven toe ook vandaag weer niet in lijkt te zitten. Ja, het blijft voorlopig dus nog wel eventjes spannend. Daarom morgen ook gewoon weer terug hier op het YouTube-kanaal van Blocks met een spiksplinter nieuwe Blocks-update. Ik hoop dat je daar ook weer bij bent. Vergeet het niet, je kunt jezelf natuurlijk gemakkelijk subscriben op dit YouTube-kanaal. Dan ben je altijd als allereerste op de hoogte van het meest belangrijke crypto-nieuws. Voor de rest, zie ik je heel graag morgen weer terug. Maar eerst nog graag genieten van vanavond. Tot morgen. Doeg!